Nou. Oh mensen, nee. Applaus, kom binnen. We hebben je net bedankt. Nou. Nee. Ja, kom erin, kom erin. Nee, je moet erin. Kijk eens wie er binnenkomt. Nee, gewoon. Oh, jezus. We zijn zo blij dat we je net bedankt. Ja, maar ik vind het zo erg, jongens, dat jullie weggaan. Ja, ja. Ja, ja, wij allemaal heel nou, erg. Jongens, ik heb jullie het net gehoord. Dus ik ben hier voor de kijkers, jongens, ons bestlopende programma. Een van ons spraakmakende programma van de afgelopen 3 jaar. Ja. Dat zeker wel. Zeker. Gaat gewoon stoppen. Ja, lieve, ja. Maar toevallig hebben we hier net jou en hoe heet het, Willem bedankt al. Ja. Dus we halen je ook. Nou, mensen, dan ziet u gelijk wie we bedankt hebben. Dit is Joris. Zonder Joris, Joris en Willem. De media directeur van Salto. Een groot applaus voor Willem Stegeman. Welkom. Welkom bij jouw eigen programma eigenlijk. Want jij bent in feite de organisator van het programma. Willem, we hebben het net al een beetje over de politieke situatie in de achtergrond gehad. Maar hoe staat Salto er eigenlijk voor op dit moment? Nou moet ik een politiek antwoord gaan geven. Want over die politieke situatie hebben we afgesproken. Er worden op dit moment samenwerkingsgesprekken gevoerd. Daarover hebben we afgesproken dat je een broedende kip niet moet storen. Het gaat met Salto misschien wel beter dan een hele lange tijd. Power to the people. We gaan naar de derde stelling. De Stem van de Straat van Steve Brown is een programma wat echt niet kan op Salto. Steve Brown is trouwens in de zaal, ook een maker op Salto. Applaus. Die maakt een televisieprogramma. De Stem van de Straat, hij weet ook van deze stelling. Dus je mag... Ja, Steve, ja. Wij maken dat programma met heel, heel veel mensen. Ja. Wat vind jij zelf eigenlijk van deze stelling? Nou, ik ben er eigenlijk wel voor. Nou. Was er geen Stem van de Straat geweest. Ja. Want hij en Willem hebben ons het vertrouwen gegeven om hier te beginnen. En het grappige is, hij komt binnen als ik het niet verteld. Toen ze ons, met ons begonnen, heb je het meegekregen? Ja, meegekregen. Toen werden ze dus door de voormalige directeur meteen opgebeld. Nou, niet alleen door de voormalige directeur, we zijn door halve Amsterdam gebeld. maar het leukste, het mooiste compliment vond ik van die voormalige directeur. Die zei, weten jullie wel met wie jullie in zee gaan? Ja. Hij is een psychopaat, Brown. Ja. En toch hebben ze ons het vertrouwen gegeven. Ja. Nou, we zijn jullie heel dankbaar. En het vertrouwen is op geen enkele manier geschaad. Sterker nog, het is eigenlijk alleen maar... de liefde is steeds groter geworden naarmate de jaren... Liefde vind ik een beetje te kraaien. Jawel, wij zijn ook romantisch gaan uitleggen. We zijn vorige week nog samen op stap geweest. Het gaat een macho image. Ik kan nog niet zitten. Ik kan nog niet zitten van Joris. We hebben met heel veel plezier altijd hier elke maandag. Zeker, we gaan het echt missen ook hoor. Op televisie gebracht en wij gaan jullie ontzettend missen. Dank je wel. Maar we horen ook verhalen terug, weet je wel, mensen, studenten die kijken. Het is echt een populair programma. Maar Joris, ik wil die onbeschofte manier loopt midden in een fantastische, geniale. Ik wil alleen maar eventjes jullie onwijs bedanken. Power to Joris! Nee, Power to Salto! Jongens, Power to Salto! Ze hoeft niet in beeld te komen, maar er is één vrouw die ik even vanaf deze kant wil bedanken, die eigenlijk de drijvende kracht achter de Stem van de Straat. En achter mij ook nog. En achter jou, dat is Shemaine. Maar jullie ook, jongens, maak er een mooie laatste van. We gaan het onwijs missen. Okay. Dankjewel, Joris. Dankjewel, Joris. Dankjewel, Joris. Ik zie je van de week nog weer in de kelder. Ja. Doei, Joris. Hou je broek aan, ik neem een kurk mee. Oh, was het zo erg, Steve? Nou, weet je ook, hou op.